abonneren op ons kanaal en geef een kusje op ons abonneren. Doei doei! Goedemorgen, het is dinsdag en het is heel vroeg, want ik pas vandaag op. Sarah, de klasgenootje, die komt heel de dag hier. Hartstikke gezellig, maar we staan al heel veel vakantie niet vroeg op. En ja, nu moest ik dus wel vroeg op, dus dat voelt wel even zwaar. Maar daar komen we wel overheen. En ik ben wel aangekleed, maar ik moet me nog even opmaken. Ik moet nog eten, Sarah is nu aan het ontbijten. En het is echt rot weer, dus we gaan vanmiddag denk ik wel even iets leuks doen. Even die kinderen eruit gooien, want ja, anders zitten we ook maar zo in huis heel de dag. Ik ga me nu even opmaken, want ze zijn er zo. We gaan even boodschappen doen. Quinn is er ook ondertussen. Hallo Quinn. Quinn kijkt boos. En mijn kleinkind is mee. En ze gaan proberen de autogordel om te doen. Maar de achterbank is nogal vol, dus ik krijg hem niet voor elkaar. Zal ik even helpen dan? Nee. Nee? Kan je het wel zelf? Ja. Goed, dat doorzettingsvermogen. En ik heb ook wat netjes. Oh, jullie zijn heel de supermarkt aan het opruimen. Nou, ik zal vragen of ze nog een baantje voor jullie hebben. Hallo. Hallo. Ja, je maakt het keurig, Sarah. Kom, we gaan naar het volgende pad. We moeten goed nadenken wat dan het zwaarst is samen, hè? Nee, het is dan nog zwaar voor mij. Jullie mogen ook uit elkaars kar pakken, hè? Worstenbroodjes en sausijzen tijd. Is het lekker, jongens? Ja, lekker. Ja? Ja? Goed zo, lekker eten. Gekkies. Doei. Doei. En we gaan naar Monkey Tank toe. En wie is er daar? Hoi. Hallo, leuk dat jullie kijken. Ik ga van de gele slime af. En ga abonneren op ons kanaal en geef een kusje op ons abonneren. Doei. Zo, echt bizar net. We staan voor het stoplicht. En mijn licht gaat op groen. En ik ga rijden. En degene naast me gaat ook rijden. Want het was op groen. En ik moest naar links. En je hebt ook een baan voor rechtdoor daar alles. Nou, we gaan allemaal rijden. En van rechts gaan ze opeens ook allemaal tegelijk rijden. Dus, nou, het ging goed. Vraag me niet hoe. Die kinderen schrokken ook. Want die zagen ook al die auto's opeens van de zijkant echt hard aankomen. Ik zag de ene zijkant. Ja, die zag je naar je toe rijden. Nou, echt. Ik heb ook melding ervan gemaakt. Maar ben me kapot geschrokken. En wat ben ik blij dat ik echt met het verkeer bezig ben. En niet op mijn telefoon zit of zo in het verkeer. Want dan was het echt fout gegaan. Goed, ik heb melding gemaakt bij de politie. Dus er wordt gelijk naar gekeken. En het is goed gegaan. Dus we zijn... wel even blij, maar we zitten allemaal echt wel even zwaar geschrokken in de auto. Ja, mag je wel zeggen. Ja, we gaan naar Monkey Town. Ja, we gaan naar Monkey Town. Ik ben blij dat ik jullie veilig daar kan brengen. Quinn is ondertussen opgehaald en Sarah mocht nog even tv kijken. En nu zijn we de afstandsbediening kwijt. En we zijn toch vooral aan het zoeken. En we hebben geen idee. Echt onder kussens tussendoor. Oh, je hebt hem. Nou, moet vaker de camera aanzetten. We zijn echt al een kwartier aan het zoeken. We zijn hier. En nu ben ik 20 seconden aan het filmen en we vinden hem. Nou, tijd voor jou om naar bed te gaan. Ik was in slaap gevallen. Ik denk door het vroeg opstaan en alles. Maak ik lekker mijn bedje in.
Bedankt voor het kijken en tot morgen.